Ja, de hele kantine is er klaar voor, want we gaan zo met z'n allen kijken naar de wedstrijd tegen Senegal. En wat denken jullie, gaan we winnen? Ja! Ja, zij denken dat we gaan winnen. Maar laten we eerst voor de zekerheid even bellen met een echte analist. Iemand die alles over voetbal weet. Hij speelde zelfs 109 keer voor het Nederlands elftal. Jongens en meisjes, mag ik een heel groot applaus voor Rafael van der Vaart! Ja, leuk dat je er bent, hoor. Hey Rafael, jij hebt gevoetbald onder Louis, toch? Jazeker. Ja, was hij heel streng? Oeh, hij was zo streng. Moesten jullie vroeg naar bed? Ja, vroeg naar bed. Ja. Maar vooral, je mocht nooit te laat komen. Als je te laat kwam, daar stond echt een straf op. En als je nou als speler, want dat heb jij meegemaakt, bijvoorbeeld niet kon slapen, bijvoorbeeld? Nee, ik heb het eigenlijk nooit gehad. Nee. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat je bent natuurlijk altijd wel wat gespannen. Ja. Dus dan slaap je wat later, maar ja, dan ben je gewoon tv aan het kijken en dan wacht je tot je in slaap valt. Ja, want mijn dochter van 6 vroeg zich af of de coach, in dit geval Louis, dan nog even langskwam om een klein slaapliedje te komen zingen. Ik denk dat je eerder bang wordt van Louis als dat je daar lekker van gaat slapen. Ja, dat is ook zo. Wat wij natuurlijk ook heel graag van jou als analist willen weten, straks van spelen ze tegen Senegal, hoeveel gaat het worden? Ik denk dat we de eerste wedstrijd met 3-0 winnen. 3-0? Ja, optimistisch, 3-0. Lekker. 3-0. Nou, dat is wel lekker om te weten. Fijn dat je er was, jongens. Geef me een groot applaus. Rafael van der Vaart. Lekker, Rafael. Straks Theo vanuit Qatar, die ons kan vertellen hoe het daar is. En we kijken zo even bij Gerda in de keuken. Ja, moet mooi zijn, want die komen zo op de televisie. Maar eerst gaan we kijken naar mijn ontmoeting met de rechtsback van het Nederlands elftal. Zijn bijnaam is de stier, Denzel Dumfries. Wij hebben mazzel, maar jij ook. Kijk, Klaassen, kijk. Die wil ik ook. Ja, iedereen wil je wel zeggen. Ja, iedereen. Want we hebben nu, vanwege dat in Qatar straks zo warm is, hebben we ijsbaby. Ken je dat? Nee, dat is helemaal niks. Dat zijn kijk ijsblokjes. En de bedoeling is om al schuivend zo hup hem in het kool te krijgen. Oké. Alleen, er staan natuurlijk spelers. Je staat er zelf ook tussen. En mocht het zo zijn dat je de speler raakt, dan krijg je daar een vraag over. Is die goed, haal ik hem weg? Nou, dan wordt het makkelijker. Ben je er klaar voor? Nou, pak er. Kijk, het is ijs, ja. Hoe koud? Ja, het is warm hier. Gaat. Nou, probeer hem eens even erin te krijgen. Ah! Oh. Hoe heet de hondjes van Matthijs? Is het A, Luna en Bella? Is het B, Samson en Gert? Of is het C, Max en Diesel? Hij woont in Italië. Hij woont in Italië. Ik zeg Luna en Bella. Luna en Bella. Ja? Ja, goed, hè? Ja. Hup zo. Nou, ga je gang. De paai. Welk tekenfilmfiguur heeft Memphis op zijn lichaam getatoeëerd? Is dat Jigglypuff en van Pokémon? De geest uit Aladdin? Of is dat Ansh uit Avatar? Misschien weet hij het wel. Weet jij het? Hij heeft een hele hoop getatoeëerd. Ja, maar is dat... Ja, samen. Ja? Niet B? Wat zei hij? Ja? Hij ook. Kies er één. B. Ja! Ja. Fantastisch. Ze zijn namelijk alle drie goed. Ja, ik wou je zeggen, Ze hebben ze alle drie. Ja. Nou, hup, weg. Nou, dan ga je weer. Kijk, hij moet hem in het koolschieten gezien. Ah, zijn eigen. Die haal ik pas weg als je het goed hebt, hè? Ja. Goed, oké, dan komt hij. Nou, op welke dag ben jij geboren? Dat is lastig, hè? Die gaat over jou, kom op, dat weet je. Nee, ja, zaterdag. Nee. Nee, dat weten jullie ook niet. Hè? Jammer, hè? Nou, blijf staan. Nummer 4. Ja. Daly. Daar gaat hij. Oranje speelde in 2015 tegen IJsland. Door wie werd Daly opgesteld? De Spaan. Lekker. Wel een hulplijn, hè? Je hebt wel een hulplijn, dat is lekker. We gaan hem weghalen. Wij kennen Daly goed. Hoppakee. Oh, dat is wel een open lijn nu, hoor. Nummer 5. Dit is een open lijn. Dit is een open lijn. Je krukt moeilijk, is het moeilijk, man. Het is te kort, dit. Het is te kort. Het is net te kort, hè? Ja. Het was groot nieuws in Italië. Want waarom? En jij eet graag kip in je pasta of eet jij graag ananas op je pizza? Een hele moeilijke vraag. Ja, is? Ik eet graag kip in mijn pasta. Ja! Ik kan het eindelijk weghalen. Lekker, hoor. We gaan hem weghalen. De laatste en dan krijg je een mooi prijsje. Deze handen was beter geweest. Maar kijk, dit zit ook in de weg. Ja, alles staat in de weg. Hebben we expres van jou gedaan. Dumfries! Voor je eerste doelpunt. Ja. Wat een baas ben je toch ook, hè? Ongelooflijk. En dan kijk, jij krijgt dit. Kijk eens, dat krijgt hij. Die krijgt ook al een keer. Ja, precies. Maar die wil iedereen hebben.
Dankjewel. Lekker toch? Kom, zijn live. Oh, ah ja, daar zijn we weer. Nou zijn we natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie van de wedstrijd denken. Hoeveel gaat het worden? 1-3 voor Nederland. 1-3 voor Nederland, lekker. Ja, maar wie gaat het dan scoren? Wie gaat het scoren? Louis van Gaal. Ja, dat mag hij willen. En jij, wat denk jij? Dumfries. Dumfries, goed hoor. Oh, jullie hebben er verstand van, hoor ik. Ja. Van voetbal kijken krijg je natuurlijk honger. En er moet dus tijdens de wedstrijd ook wat geknabbeld worden. Daarom gaan we even naar de keuken voor Knabbelen met Gerda. Knabbelen met Gerda. Het is een beetje mooi uitzitten. Dat is prachtig, want we komen op de live televisie. Dat is prettig. Gerda, wat gaan we knabbelen bij de wedstrijd? Even een ogenblikje, Ronnie. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik doe even een klein poedertje. Noem je dit klein? Ja, kijk, als je op televisie komt, mag er best wel iets meer op. Je lijkt wel een clown. Oh, dank je. Nou, ik ben gek op clowns. Zeg, we gaan zometeen live, toch? We zijn al live. Je bent al op tv. Oh, dan leg ik alles even terug. Nou, kijk, zeg, we moeten door. Wat gaan we knabbelen bij de wedstrijd? Ja, kijk, je neemt een aardappel. En die snij je in hele kleine, dunne plakjes. Op een hakken, 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 ja, hakken, ja, hakken, ja, hakken, hakken. En die plakjes, die frituur je dan in ongeveer 180 graden. Spitter, 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 spitter. Schiet op, we zijn live. En als ze dan knapperig zijn, doe je de oranjekleurige kruidenmix op. Oké, en dan? En dan krijg je uiteindelijk, jawel, tadaa. Ik noem het krokante, platte patatten. Proef maar. Nou, dit is gewoon paprika chips. Nee, dit zijn krokante, platte patatten. Ik proef wel lekker. Heb je het zelf gemaakt? Nou, niet echt. Je kunt het gewoon kopen in de winkel. Ja, maar je zou speciaal iets maken voor bij de wedstrijd. En nu heb je chips gekocht. Ja, sorry Ronnie, maar ik was zo zenuwachtig dat we live zijn. Dus, hallo mensen, dag. Kunt u me goed zien? Ik ben het, Gerda. Gerda. Niet in de camera kijken. Nou, weet je wat? Straks ga ik dit allemaal heerlijk lekker uitdelen. Voor bij de wedstrijd. Ja, doe dat. Maar de volgende keer wel zelf iets maken, hè? Ja, dat is goed hoor, Ronnie. Tot zover. Knabbelen met Gerda. Nou, dan schakelen we nu live over naar Theo in Qatar. Theo. Theo, ben je daar? Hoe? Theo? Hoe werkt dit ding eigenlijk? Theo, in je oor! Bah! Nou, weet je wat? Kijken we eerst even naar mijn ontmoeting met de jongste debutant ooit in Oranje. Sinds zijn 17e voetbalt hij al in het Nederlands elftal. Hier is Matthijs de Ligt. Matthijs! Hoe is ie? Leuk dat je er bent. Hoe gaat het goed? Ja, zeker. Met jou? Ik heb een heel leuk spel voor je. Ik heb hier een kaartje voor. Ik heb ze nog niet gezien, maar het gaat om deze woorden. Okay. Wat jij moet doen, even deze bril opdoen als je wil. Ja. Alsjeblieft. En als je even deze woorden wilt tekenen, probeer het even. En dan ga ik proberen te raden. Zoveel mogelijk woorden. Okay. Gaat-ie. Nee, je mag niet vasthouden. Dat zou te makkelijk zijn. Nou, dat zou wel even makkelijk zijn, zeg. Ja. Dit is leuk. Dit is goed. Dit is een... Ja, dit is een... wat is dit? Dit is een... is dit een vlag? Nee. Nee, geen vlag. Is het... Dit is lastig. Dit is... het ziet er fantastisch uit, Matthijs. Moet je toch wel weten? Dat is het een land? Nee, het is iets heel speciaals in Nederland. Maar, ik zeg het niet. Zeg het. Jij weet het niet. Het is een tulp. Kijk, een tulp. Zie je het? Ja, nee, inderdaad. Stom dat ik dat niet zie. Ja, dat is gek, zeg. Ga door, ga door. Ja, Tulp, ja. Oh, gaat het die kant op daar. Wat is dit? Is dit een onderbroek? Het is een verticaal en een ander streepje. Matthijs, is het een televisie? Nee, wacht. Is het... Zie, kijk. Als je goed kijkt. Is het een uitslag? Ja. Is het een uitslag? Juist. 1-1. Ja. En wat is dat? Gelijkspel. Precies. Uitstekend. Heel goed, Matthijs. Ga door. Ja. Hoe ga je dat zeggen? Nee, je moet niks zeggen. Je moet het tekenen, Matthijs. Dit is goed. Dit begint alleen met een streepje dat duidelijk is. Een ander klein streepje erbovenop. Jeetje, man. Dit is... Matthijs? Ja. Is het een fiets? Nee. Matthijs, een fiets. Nee. Een streepje, Matthijs. Ja, oké, een streepje. Een streepje, een stoeltje ernaast, denk ik, of zo. Maar heeft het met voetbal te maken? Ja, dat heeft met... Ja, klopt. Is het een... Het is de VAR. Dat heeft er wel mee te maken. Dat zit heel duidelijk. Ik geef het op, Matthijs. Buitenspel. Kijk, dit is de lijn en deze speler staat erachter. Matthijs, we staan buiten de tijd. Ja, buitenspel. Buitenspel.
Duidelijk, heel duidelijk. Ja, ja, och, je vingers. Nou, dankjewel. Het is slecht getekend. Ja, slecht geraden ook. Nou, heel slecht geraden. Dus, ja. Maar goed, de volgende keer. Allebei niet zo goed. Ja, het is dus eindelijk gelukt om verbinding te krijgen met onze verslaggever Theo vanuit Qatar. Theo, hoe gaat het daar? Nou, ik heb gisteren een nieuwe sokken gekocht met Elmo van Sesamstraat erop. Maar ja, er zit nou al een gat in. Dat is wel even een tegenvaller eigenlijk. Ja, ik bedoel, hoe is de sfeer? Leeft de wedstrijd al een beetje bij de Oranje supporters? Nou, geen idee eigenlijk, Ron. Hoe bedoel je, ik heb geen idee? Nou, ik heb geen idee. Ja, ik zie alleen maar kamelen. Leuke beestjes, trouwens. Nou, lekker is dat. Wat hebben we daar nou weer aan? Hey, trouwens, ik heb nog een hele goeie. Een kameel en een olifant komen elkaar tegen. Zegt die olifant, waarom heb je eigenlijk twee borsten op je rug? Zegt die kameel. Gekke vraag voor iemand met op zijn gezicht. Hé, Theo, wat een funzigheid. Je bent helemaal daar naartoe afgereisd om voor ons verslaggever te plaatsen te zijn. En jij gaat vieze moppen lopen tappen. Ja, maar dan luister. Ik... Hey. Maar Theo... Wacht eens even, ik heb dit toch gehuurd, deze hut, voor een uur. Theo, waar ben je? Nou, kom, hoe heet het hier ook alweer? Sta je nou gewoon achter zo'n groen wandje? Ben jij gewoon in Nederland? Ja, grapje. Waarom doe je dat? Waarom ben je niet daar? Ik vind het helemaal niet leuk om daarheen te gaan, Ronnie. Ik kijk de wedstrijd veel liever hier, bij jullie, in de kantine. Ja, nou, dat vinden we wel weer lief, hè, jongens? Ah, dat is wel weer lief, ja. Nou, weet je wat? Kom maar deze kant op, want het begint zo de wedstrijd. Dit was Theo voor Studio Sepsport. Groene ruimte, Hilversum. Ik kom er dan, Ron. Oké, jongens, de wedstrijd gaat zo beginnen. Veel plezier met kijken.